deur gaat nu dus, de deur gaat nu dus dicht. Sjoerd van de publiciteit die heeft mij hier achtergelaten met een camera om een vlog te maken. Dus ik zit hier nu een beetje onwennig in mijn eentje. En ik ga iets vertellen over hoe het gaat met de repetities. Dit is week 3 voor dit. En op zich gaat het wel goed. Keihard aan het werk. Eigenlijk al heel lang. Hè. Het stuk is in 2014, 16 augustus 2014, schreef ik de eerste zinnen op voor deze voorstelling voor Helga Maria Baumgarten in een zomervakantie. Ik zit hier dus nu in mijn eentje, maar ik zit de hele tijd in mijn eentje. Heel veel in mijn eentje. Gelukkig komt John wel eens langs. Hoofdtechniek, waar ik ongelooflijk veel aan heb. Die elke dag zegt, wil je een tip van de dag? En waar ik eigenlijk alles mee deel. Ook zeg, wat vind je van dit tekstje of zus of zo. En dat vind ik het allerleukste aan zo'n eigenwijs proces. Mensen zeggen, ja maar, hoe vind je dat, hoe is dat dan in je eentje? Wat doe je dan de hele dag? Nou, ik werk keihard. Ik werk keihard in mijn eentje. De reden waarom ik dit alleen doe, is omdat ik in mijn eentje het beste mijn intuïtie kan horen. Ik word niet gestoord door een smaak of een smaak of een mening van andere mensen. Ik ben een heel volgzaam iemand, dus ik ben heel erg geneigd om altijd de smaak en de mening van andere mensen te volgen. Maar met mijn eigen dingen wil ik dat juist niet. En ik moet mijn eigen intuïtie horen. Ik moet weten waar ik heen moet, want ik ben degene die dit heeft geschreven. Ik wil nog iets vertellen. Ik heb al een crisis gehad vorige week. Dat kwam, er zit een heel lang ritueel in de voorstelling. En ik weet al dat moet, dat er een ritueel in moet. Maar daar ging ik dus met mijn grote muil, ging ik ook nog eens mimen. Dat kan ik helemaal niet. Het was heel dom om dat op dat moment te doen, want het decor was er nog niet. Nu wel, hè? Het staat dus hier achter mij, is vrijdag gebracht. Dus vandaag is het voor het eerst dat ik in het decortje kan. Maar dat was er nog niet. Dus het was eigenlijk een slechte timing van mezelf om daar dingen in uit te zoeken. En dat ging ik dus toch doen. En toen belandde ik in een hele erge crisis. En eigenlijk, ook toen vond ik eigenlijk wel goed dat ik alleen was. Ik liep gewoon, het is een beetje gênant, maar ik liep echt wel de hele dag te janken. Omdat ik dacht, het is slecht. Het is niet goed. Het was in elk geval echt niet goed. Dat voelde ik. En ik was ineens doodsbenauwd dat die tekst te raar is. Te raar voor de mensen. Dat hij geen aansluiting vindt, dat het niet communiceert. Nou ja, dat was ineens heel erg mijn angst. Toen heb ik gebeld met wat vrienden. En thuis ontzettend uitgehuild en zo. En toen heb ik me 's avonds herpakt. Toen dacht ik, nee, ik heb een fout gemaakt. Ik heb gewoon, ik wil te snel. En dat is iets, dat weet ik van mezelf. Ik wil vaak te snel. Ik schrijf ook briefjes aan mezelf in mijn script. Kijk, zo. Ik schrijf allemaal dingen op. Ik weet niet of je het kan zien. Na die crisis schreef ik dit. 18 februari was dat. Crisis, paniek. Nu, na eerste doorloop. Oh ja, ik had een doorloop gedaan in mijn eentje. Dat is ook niet slim. Niet weten hoe. Ongeloof. Vertrouwen om zeep. Luister. Luister. Als je de plank mislaat, sla hem dan mis met hartstocht. Met overtuiging, met een reden. Doe alles vanuit inhoud. Zonder commentaar, zonder schaamte. Je hebt dit niet geschreven zonder reden. Concentreer, focus, zoek, doelgericht. Geen paniek meer. En alles op zijn tijd, stukje voor stukje, veroveren. Nou, en dat ga ik nu doen. En nu komt John binnen voor de tip van de dag. John, loop heel even door het beeld. Dat is leuk voor de mensen. Dit is een vlog. John doet alles. Die schildert ook. Kijk, daar is die. Yes, de mijndag kan niet meer stuk. Nou, doei. John, je hoofd nog even. Vloggen.